Als ik 9 pull-ups doe, nou, dan gaat hij zijn schoen opvreten. Oké, geef die man de camera. Yo mensen, leuk jullie kijken naar een nieuwe video. En ik wil eventjes beginnen met mijn excuses. Want ik heb al echt heel lang niks meer geüpload. En ik vind dat heel vervelend. En ik snap dat jullie dat ook vervelend vinden. En ja, de reden daarvan is dat het gewoon eventjes, de laatste tijd had ik weinig energie. Mijn opa lag in het ziekenhuis. Dus ik had gewoon heel weinig tijd en energie om video's te maken. Maar ik heb weer de energie en ik heb weer zin om video's te maken. Dus ik ga ook gelijk een vlog voor jullie maken. En het is voor mij echt vroeg. Het is voor mij nu 9:30. En om 10:00 moet ik in Haarlem zijn. Want ik ga sporten samen met Niek. Want ik heb tegenwoordig een personal trainer die mij zeg maar helemaal afmaakt. En mij, ja, een beer van mij gaat maken, denk ik. Dat zegt hij. Maar goed, we gaan daar lekker heen. En dan gaan we kijken of Niek nog een beetje kan trainen. Want hij heeft natuurlijk een serie ooit gemaakt. Waarin hij zei dat hij een kast ging worden. Van plank naar kast. Maar we gaan kijken of hij nog steeds een kast is. Dus let's go. Ik ben aangekomen in het o zo mooie Haarlem. Want hier zit de personal trainer waar ik altijd sport. Die zit hier. En het is net nieuw, het heet Healthy Bastards. En er is nog iemand net aangekomen. Kijk. Kijk eens wie er is. Hey. Kijk eens. Goedemorgen. Eeuw, Piek, goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Het is toch gewoon goedemiddag, of niet? Oh. Heb je dit gezien of niet? Oh, jongens. Jongens, nou, dit is dus Hidde. En Hidde is mijn personal trainer. En je ziet het al, ja. Hij is best... Ik weet het niet hoor. Hoeveel zie je dat? Nee, hoe laat is het? Ja, het is 9:50. Oh, en waarom 10:00 afgesproken? Is dat een, krijgen we straf nu? Ja, sowieso. Ik wist de adres niet, dus dat ik hier ben is een wonder. Oh ja. Takka. Goedemorgen, yo. Boys. Joppie, heb jij een paar keer getraind met Hidde al? Zeker. Je ziet het, hè? Ik zie daar een booty. Zo, nu mag jij. Oh, nu moet ik. Ja, beter. Ja, dat is een joppie. Veel beter. Dit is de eerste keer dat Niek weer een keertje gaat sporten na een hele lange tijd. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe het, wat het gaat worden vandaag. Die hamstrings oprekken is wel lekker, ja. Ja, dat bedoel ik. Meestal als ik met Hidde ga trainen ben ik echt helemaal kapot daarna. Ja. En moet ik echt een uur bijkomen, maar ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wat Niek vandaag gaat voelen. Je hebt en of nu een excuus, want ik ben slapper dan jij dan. Ja, nu ben ik hier. Hoppa, kijk hem even shine hoor. Gaat het goed? Ik probeer weer bezig te worden. Je zag net zwarte vlekjes hè, voor je oogjes. Ja. Maar dat maakt niet uit. We gaan bank drukken. Let's go! Vind je dat dit goed doet voor de eerste training? Nee. Wat doet hij nou joh? We staan even 2 seconden te lukken. Nee, maar het ziet er wel goed uit hoor. Kijk, je ziet gewoon dat hij al eerder getraind heeft. En dat hij ook gewoon met trainers aan de slag is geweest. Dus die techniek is best wel goed. Nou, hoor je Jopie? Ja. Kom maar, blijf goed om die borst aan tikken. We zijn alweer een tijdje bezig met sporten. En we zijn nog niet klaar volgens mij. We moeten nog even. Kijk, een leugende blik is dat. Ja. Ja, vind jij maar gaan poelen? Oh, moet ik al? Oh, ja, jongen, kom maar. Laat maar gewoon even zien. Komt ie, hè? 1, 2, 3, 4, helemaal uitstrekken. 5, goed zo. 6, kom maar, jongen. Op. 7. Goed zo, kom maar. Ja, mooi. Ja, lekker. 8. Yes. Hier, hoppa. 1, goed zo, jongen. Kom maar, op. Kom door. Goed zo, klaar. Kom op, die. Derde set. Als jij 8 of meer doet, dan vreet ik mijn schoen op. Dat kan niet. Dus als ik er nu meer dan 8 doe straks, dan vreet jij je schoen op. Misschien moet je erbij dan, of niet? Oké, bij het volgende setje doe ik er 8, dan moet jij je schoen opeten. Ja, en meer dan 8. Meer, dus dan moet ik er 9 doen. Als ik 9 pull-ups doe, nou, dan gaat hij zijn schoen opvreten. Oké, geef die man de camera. Hé, heb ik niet even tijd nog? Nee, hoezo? Oké. Dus het is helemaal groot dat ik mijn schoen opeten. 9! Dat doet hij nooit. Dat kan hij nooit. Hij is slap, hij doet het niet. 1. Je kan het, Finn. 2. 3. Oh, nee! Ja, jawel! Jawel! Ja. Kom op, man! Kom op! Nee, dat niet! Fuck! Wij zijn klaar
met sporten. En wij hebben een soort van traditie. En dat is, na het sporten gaan we naar... Ik krijg iets wildje, gaan we naar Gamon Gamon. Onze favoriete broodjeszaak. Het is echt fantastisch. Zo, ik zit in de auto en hier zijn de broodjes. Ik moest net onverwachts eventjes bellen met mensen. Dus ja, ik was de hele tijd aan het bellen terwijl Niek een broodje aan het eten was. En toen is Niek naar huis gegaan. Ik ga nu naar huis. Ik ga dan even nog dit broodje opeten. En dan ga ik even lekker douchen. En dan ga ik richting Rotterdam. Want dan ga ik naar mijn grote vriend Giovanni La Glooi. Oh, het staat helemaal vast hier, jongen. Er staat een bus. Staat er voor een tram. En ik sta dan weer voor de tram. Dus het gaat echt hartstikke goed dit. Kijk eens waar we zijn. En moet je eens kijken wie er ook is. Die Matta. Het leuke is... Welkom in Matta's nieuwe huis. Nee, wij zijn met z'n tweeën thuis. Alleen Gio is er niet. Dus ik weet niet, hij had een afspraak of zo. Maar Matta, die heeft dus net eten besteld. En hij had niet gekeken op dat apparaatje hier wie er stond. Dus hij deed hem open. En ik stond voor de deur en het enige wat hij zei is... Hoi. En daarna was hij van... Oh, wacht, je bent Finn. En toen pas realiseerde hij zich dat ik het pas was. Dat was fucking raar, maar oké. Dat is echt heel erg in de war. Ja, ken je vrienden. Leuk, ja. Leuk. Pushje. Ga weg. Wat doet hij? Ga eraf. Oh nee. Zo, oké, het staat weer. Matthijs is nu net weg en Gio is er ook nog steeds niet. Dus ik ben alleen thuis. Dus feestje bij Gio? Kom maar gewoon naar Gio. Feestje. Maar als deze online komt, dan ben ik er niet meer. Dus dan is er geen feestje. Nice. Oh, kijk, het is alweer donker buiten. En kijk eens wie er is aangekomen. Ja. Is dit toevallig gewoon mijn huis? Ja, wat doe jij hier? Nee, hij is er. En Niek, die komt straks ook nog gezellig hierheen. Ja, dus, ook nog mensen uitnodigen in mijn huis. Weet ik daar iets van? Nee. Oh ja, hij doet wel zo, maar ik vind het hartstikke gezellig dat wij er zijn. Toch? Nee, oké. Okay. Ja. Kijk eens wie er ook is. Daphne is ook gezellig gekomen. En wij gaan nu de garage lopen, want ik ga... voor de eerste keer Gio's nieuwe auto zien, de Porsche Cayenne Coupé, en ik heb er echt heel veel zin in. Holy shit. Ik wist dat je het ging doen, klootzak. Holy shit, maar jongens, moet je eens kijken hoe dik die is. Ik vind het fucking hard. Die kleur is vet. Hij is ziek, hè? Maat. Maar kijk, weet je wat, die is echt zo blij. Ik ben dus al 4 jaar lang gewoon dit gewend. Weet je, dat er gewoon Range Rover staat, Land Rover, logo. Ja, en nu zo'n Porsche logo. Dit vind ik gewoon dik. Dat staat gewoon dit, zeg maar. Weet je wat ik ook echt heel hard vind van Porsche altijd? Deze ledlampje. Ja. Dat is als je, zeg maar, als jij straks in je achteruitspiegel, of als iemand anders in zijn achteruitspiegel zo'n dit aan ziet komen, denk ik, dit is ook hard, ja, man. Al vond ik dit van Range Rover, ja, die blokjes vind ik ook echt heel dik. Maar dit is ja typisch sport. Holy shit. Dat is alles made van glas. Dat is de prijs die je betaalt. Als je bekend bent en als je jong en geld hebt. Sammy sick. Ja, wij hebben dus echt een hele goede tekst bedacht. Op het nummer van Justin Bieber, ja. De nieuwe Lonely. Dat we het, zeg maar, gaan vertalen naar het Nederlands. En wij dachten dat moeten we gewoon gaan uitbrengen. Ja, dus wie weet binnenkort. Je weet toch, hou alles in de gaten. Spotify, iTunes, album is coming. Zoals jullie zagen, stond Niek voor de deur. En het blijft altijd grappig, zo'n intercom, dat je gewoon even kan schreeuwen naar iemand. En dat je gewoon even gekke dingetjes kan roepen. Dus hij komt nu naar boven en dan gaan we lekker eten. Was het een beetje ongemakkelijk bij de deur net, Jopie? Tiefslaaier, er liep echt tyfus veel mensen langs. Echt, pak je de... Huh? Ja, en ze weten nu welk nummer je woont, sukkel. Huh? Maar liepen de kinderen of zo dan? Ja, er liepen 6 kinderen. Oh, ik zag alleen maar mensen op de achtergrond staan. Wij zagen alleen van die mensen lopen. Nee, dat gaan geen kinderen. Oh, ik dacht ook al. Oh. Hè? Hallo. Geprijnd. Oh, jongens en meisjes, wij gaan nu naar de vader van Gio. En die is kapper. En ik ga wat met mijn haar doen. Wat ik eigenlijk al een tijdje wil, maar eigenlijk nooit heb gedaan. Maar ik weet echt niet of dit een goed idee is. Ik weet het echt niet. Maar jullie gaan zo zien wat ik ga doen. Jeetje. Kijk, nu is mijn haar nog zo. Maar straks gaat deze meneer. Lekker.
die gaat het voor mij blond maken. Ik ga weer eens thuis werken. Doe normaal nooit meer, hè? En ik ben echt, ik moet eerlijk zeggen, ik ben best wel een beetje gespannen. Want ik heb het een jaar geleden heb ik gezegd van, oké, ik wil eens een keer blonde plukjes in mijn haar. Maar ik vind het gewoon eng. Ik vind het gewoon eng, maar we gaan het zien, Gio is dus net geweest en dit is dus gewoon wat er zo met mijn haar gaat gebeuren. Ik ben zo bang, maat. Ik heb hier zoveel zin in, gast. Nee, je hebt geen vertrouwen erin. Nee, ik heb vertrouwen in jou, Marzo, maar ik heb geen vertrouwen... In de mensheid. In mijn haar gewoon. Doe ze wenkbrauw ook blond? Ja, ze schaam haar. Maar Marcel, donker haar kan toch niet zomaar blond worden? Jawel. Ja? Jawel. Wordt het dan niet geel? Nee. Oh jee, daar gaat zandwapser. Oh mijn god. Oh, je bent al begonnen. Ik zou lekker veel doen. Nee, niet. Jij moet echt je mond houden. Allemaal modelletjes op de zoeken af, Vin. Ja, zoveel mag het dan, maar zoveel kan het waarschijnlijk nog ineens geworden. Nee. Ja, maar dit ziet koud smooth uit. Ja. Maar ja, dat gaat het niet bij jou worden. Nee, ja, weet je wel. Nou, Vin. Van Zand Vapser. Jezus, Gio heeft een nieuwe stopwoordje. Oh, je brengt het dan met laagjes, breng je het aan dus. Ja, dat doe ik wel. Oh, ik ben zo benieuwd wat Gerard hier van vindt. Ik ben ook echt heel erg benieuwd hoe het gaat worden, jongens. Echt. Oh, wat? Ik dacht dat het best wel wat minder zou worden, maar echt heel veel. Er zit echt veel in, hoor. Ja, hoor je ook. Maar zoals niet, het bakje moest leeg, dacht hij. Ja, ik heb zoveel dat... Deze kant ook nog even een beetje. Shit, ja, dat ga je echt niet zien. Ik ben zo benieuwd. Dit ga je echt niet zien. Als ik nu in de spiegel kijk... Er zit echt veel in, vergeleken met Gio. Ik ben echt benieuwd. Gio wordt nu even zijn haar uitgespoeld. Maar echt, iedereen zegt tegen mij van, yo, het wordt nu echt heel erg blond. Ik ben echt benieuwd. Ik wist dus niet dat hoe langer je wacht, hoe blonder het wordt. Dat ja, blijkbaar wel. Dus hoe langer je wacht, hoe blonder het wordt. Maar hoe blond wil je zelf worden? Wat ik weet het ja, niet. Ja, maar het kan er ook gelijk uithouden, hoor. Ik ben bang voor jou, man. Dat is wel een dreef mee. Opgelopen, want bij mij valt het wel mee natuurlijk. Lekker joppie! Oh. Het is wel een hele fijne kappersbehandeling. Ja, ik denk reus mee, joh. Moet je een borstel? Zie je het? Ja, je ziet wel. Ik denk ook dat het heel erg meevalt, man. Ja. Zie je het bijna niet. Je ziet het overdag sowieso op, maar mij zie je wel dat het echt lekker is. Ja. Ja, bij jou zie ik het dan weer wel of zo. Sneller, maar jij had het. Maar jij hebt ook donkere haar, hè? Zo, ik heb nu ook eventjes gel ingedaan. En je ziet er eigenlijk nu niet zo heel veel ver van als je gel in doet. Dus volgende keer als ik het ga doen, kan het nog eventjes een tandje heftiger. Maar voor nu vind ik het helemaal prima. Kijk eens Joopie, ben je lekker aan het knuffelen met de sniffelkatje, de boobie. Oeh. Niek, wil je mijn vlog afsluiten of niet? Dames en heren, helemaal hartstikke leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video. En voor de volgende keer, like en abonneer. Yes, vond je deze video leuk? Dan even deze video. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later!